Ik heb enorm lang getwijfeld of we er aandacht aan zouden moeten besteden. Want de meeste collega's doen dat niet. Die laten de opmerking misschien wel terecht links liggen. Internationaal wordt het wel opgepakt, zoals in België bijvoorbeeld. Maar het raakt me persoonlijk. Dus laten we toch kijken naar de woorden die Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet dit weekend uitsprak. Dus de kans dat een blanke hetero aids krijgt is kleiner dan de kans dat hij door de bliksem wordt getroffen. Die kans is echt 0,0000. Is mega klein. Dat eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet voor blanke hetero's. Dat is gewoon iets dat komt eigenlijk niet voor. En toch hebben wij waarschijnlijk allemaal, ik in ieder geval wel, in de eerste jaren dat je seks hebt, dat je echt als de dood en ik moet een condoom en helpen en moet laten testen en dan mijn god en zo. En hoe irrationeel het ook is, totaal irrationeel, maar dat is dus door de big pharma en door die hele angstindustrie. We hebben in feite al sinds de jaren 80 hebben we een seksuele lockdown met die verschrikkelijke anticonceptie dingen. We laten ons dat al decennia laten we ons aanpraten dat blanke hetero's een condoom moeten gebruiken. Los van voortplanting dan, hè? Maar voor ziektes slaat nergens op. Dat is gewoon onzin. Maar dat is dus helemaal in ons systeem is dat binnengedrongen. Dus we zijn en ik denk dat zoiets ook gebeurd is met al die politici over corona. Ze kunnen gewoon niet meer normaal nadenken erover. Goed, dus volgens Baudet zou dus het risico om aids te krijgen verwaarloosbaar zijn voor, zoals hij zegt, blanke hetero mannen. En nou kan ik er allemaal officiële cijfers bij halen, bijvoorbeeld van het AIDSfonds, en laten zien dat het kolder is wat hij zegt, maar daar gaat het bij hem niet om. Want na de nazi-appjes, waardoor er scheuring kwam in zijn partij, het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen, en onlangs nog over de holocaust die hij tussen aanhalingstekens plaatste, alsof het niet echt zou bestaan, komt hij nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke hetero-mannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het Baudet om. En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wij het niet goed begrepen, moeten wij niet zo overdrijven en heeft hij het niet zo bedoeld. De broers van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer, alle drie overleden aan de gevolgen van AIDS. Zoals zoveel mannen en vrouwen die zijn overleden aan AIDS. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch-homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie omarmd heeft en zichtbaar steunt. Baudet bedankt. World.